16 juni 2022. Het is middag. Na een stevige vergadering zit onze raad van bestuur aan tafel. En het bericht komt binnen dat het arrest van het Grondwettelijk Hof verschenen is. Ik kan u verzekeren, het was een bijzonder moment. Want dat Grondwettelijk Hof maakte het heel, heel duidelijk. Het vernietigde niet alleen de eindtermen voor de tweede, derde graad, maar herbevestigde voluit het principe van de vrijheid van onderwijs. De overheid mag die vrijheid nooit zomaar inperken. Als ze inperkt, bijvoorbeeld voor kwaliteit of voor de gelijkwaardigheid van diploma's, moet dat telkens proportioneel zijn. En meer nog, het feit dat ons onderwijs gesubsidieerd wordt, mag nooit een reden zijn om die vrijheid in te perken. De subsidiering dient niet om in te perken, maar precies om de vrijheid mogelijk te maken. Het principe van wie betaalt, bepaalt, klopt niet. Veel duidelijker hadden we het zelf nooit durven nog kunnen zeggen. En deze ochtend op de persconferentie hebben we samen met de minister en de andere onderwijsverstrekkers aangekondigd dat er een akkoord is over hoe we nu aan de slag gaan om niet alleen de eindtermen van de tweede, derde graad, maar aansluitend ook de eindtermen voor de eerste graad en voor het basisonderwijs aan te pakken. En voor ons moet dit uiteraard, en gelukkig hebben we daar alle anderen ook in gevonden, gebeuren aan de hand van die uitspraak van het Grondwettelijk Hof. Twee zaken zijn daarbij belangrijk. Ten eerste, een onderwijsprogramma. De eindtermen mogen nooit een volledig onderwijsprogramma zijn. Ze moeten verzoenbaar zijn met elk pedagogisch project. Concreet betekent dat voor ons dat we die eindtermen zo goed als letterlijk in onze leerplannen moeten kunnen opnemen. Geen didactische sturing. En ten tweede, ze mogen niet alle onderwijstijd innemen. En voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen, we hebben daar nooit een geheim van gemaakt, betekent dat dat eindtermen nooit meer dan 70% van de onderwijstijd in beslag mogen nemen. Zodanig dat er voldoende ruimte blijft voor eigen doelen in leerplannen, voor eigen acties van scholen, voor eigen inzichten, eigen inbreng van leraren en lerarenteams. En voor ons staat daarbij die brede vorming voorop. Ook als vandaag aangekondigd wordt dat we prioritair gaan kijken naar sleutelcompetentie 2, 3 en 6, Nederlands, talen en de stemvakken, zullen wij dat onmiddellijk aan toevoegen, dat dat in balans moet zijn met al die andere zaken die wij binnen het kader van een brede vorming belangrijk vinden. Wat dat betreft mag er ook geen misverstand zijn. Daarna volgt de eerste graad volgens dezelfde methodiek. We hebben momenteel een aanvraag lopen voor gelijkwaardige eindtermen. U weet, dat is een bewarende maatregel. Een maatregel die ervoor moet zorgen dat ook volgend schooljaar wij met de leerplannen, waar leraren reeds 3 jaar mee aan de slag zijn, dat we ook met die leerplannen verder kunnen doen. En die bewarende maatregel blijven we nodig hebben. Dus ik roep besturen die nog de keuze niet bevestigd hebben op om dat toch nog te doen. Want we weten niet of die eindtermen voor de eerste graad reeds klaar zullen zijn voor het begin van volgend schooljaar. En na de eerste graad komt ook het basisonderwijs. En daar is het wat ons betreft ook heel, heel duidelijk waar de lat ligt. We hebben een leerplan, Zin in leren, zin in leven, dat in de voorbije jaren grondig geïmplementeerd werd in ons basisonderwijs. En eindtermen, nieuwe eindtermen basisonderwijs moeten daarmee verzoenbaar zijn. Dat betekent niet dat we geen 2.0-versie van dat leerplan willen maken, dat willen we gerust doen. Maar de dynamiek van dat leerplan, de dynamiek die doorvertaald is in heel wat van onze basisscholen, die willen we niet lossen. Eén zaak staat bij heel deze oefening voorop. Ambitieus, kwaliteitsvol onderwijs heeft niets te maken met kwantiteit, met hoeveelheid, uitgebreidheid, gedetailleerdheid van eindtermen, maar heeft te maken met diepgang. Liever wat minder doelen, waar we voldoende tijd kunnen aan besteden, zodanig dat de inhouden, de vaardigheden grondig verworven worden, dan te veel, dan de situatie waarin iedereen van alles iets weet, maar niks ten gronde kent. Liever wat meer tijd
om die leerlingen die het wat moeilijk hebben om die eindtermen te halen, om die grondig bij te spijkeren? Liever wat meer tijd om die leerlingen die meer aan kunnen bijkomend uit te dagen tot excellentie, dan alles vol van alles iets. Geen kwantiteit, maar diepgang. Dat is de onderwijskwaliteit waar Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil aan meewerken in de toekomst. En daartoe engageren wij ons uitdrukkelijk. Ik hoop dat de boodschap vandaag wat dat betreft duidelijk was. We hebben ruimte gekregen. Het Grondwettelijk Hof heeft die uitdrukkelijk bevestigd. Laat ze ons nu ook samen nemen, die ruimte. Immers met vrijheid komt verantwoordelijkheid. Laat ons vanuit de diversiteit van onze diverse pedagogische projecten, gevat in die rijke katholiek-pedagogische traditie, binnen die kadervisie van de Katholieke Dialoogschool, werken aan een brede visie op onderwijskwaliteit. Laat ons dat data-gedreven doen, evidence-informed, gevoed door de brede expertise in ons netwerk, van kleuterschool tot universiteit, van lerarenteams tot pedagogische begeleiding, van voorbeelden van goede praktijken tot de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Laat ons ons niet van de wijs brengen door te enge invullingen van onderwijskwaliteit en door schreeuwerige krantenkoppen die insinueren dat niets nog deugt, dat we blijkbaar met z'n allen ons werk niet meer doen. Maar laat ons tegelijk die oranje knipperlichten au sérieux nemen. Knipperlichten uit internationaal onderzoek, waar we ondertussen wel grondig mee aan de slag gegaan zijn. En laat ons die inspanningen, die acties die we ondernomen hebben, intensief verder zetten. Zoals bijvoorbeeld het leesoffensief dat aangekondigd wordt, waar onze pedagogische begeleiding uitdrukkelijk ook aan meegewerkt heeft. Laat ons ons niet verleiden tot valse tegenstellingen tussen welbevinden en leren, tussen kennis en vaardigheden. Laat ons ons niet verleiden tot het reduceren van wat onderwijs is, tot het instrumentele, tot wat nuttig is, tot wat functioneel is. Maar laat ons die intrinsieke waarde van leren, van kennis, laat ons die weer honoreren. Intrinsieke belang van kennis, waaruit precies ook de voldoening komt van dingen aan te leren, maar ook dingen geleerd te hebben. Tot slot, laat ons onderwijskwaliteit, laat ons daarvan een bijvoeglijk naamwoord maken. Koppelen aan elke dimensie van het schoolleven en het schoolmaken. Aan alles wat met het onderwijs zelf te maken heeft, met lesgeven, met opvoeding, met leraren, leerlingen, ouders. Maar ook aan alles wat gedaan moet worden opdat er lesgegeven kan worden. Het zorgbeleid, ondersteuning, participatie, personeelsbeleid, infrastructuur, financiën en communicatie. Kortom, laat ons ons samen engageren voor kwaliteitsvol katholiek onderwijs met de K van katholiek en de K van kwaliteit. We hebben daartoe ruimte gekregen. We nemen daartoe ruimte. Maar we moeten ook ruimte geven. Ruimte geven, dat betekent in de eerste plaats samen iets doen aan dat lerarentekort. En in de eerste plaats kunnen we dat ook zelf doen. Kunnen we zelf een aantal stappen zetten. Denk maar aan het kijken waar er planlast optreedt. Denk ook maar aan die deconnectie die we ondertussen afgesproken hebben. Maar ook aan wat we voor beginnende leraren kunnen doen. Tegelijk blijven we ook aan de minister en de politiek vragen om een politieke context te creëren waarin we plannen op lange termijn kunnen maken. En onze voorstellen in het Vlaams parlement op 14 juli blijven daar richtinggevend. Een volledige leerladder, zodat iedere 18-jarige een diploma kan krijgen waarmee hij in het onderwijs aan de slag kan. Gegradueerde bachelor, master. Jaaropdracht voor leraren. Affecteren aan een schoolbestuur. Het heeft hier daar straks ook geklonken dat je dan pas een beleid kunt voeren waar elke leraar, elk personeelslid op de juiste plaats kan komen. Middelen ontkleuren. Meer lineair toewijzen, zodat die nog effectiever en veel efficiënter kunnen ingezet worden. En wij blijven ook bijzondere aandacht vragen voor de beleidsondersteuning van de directeur basisonderwijs en voor de directeurs op alle onderwijsniveaus, want dat is ook een knelpunt beroep geworden. Geen kwaliteitsvol onderwijs zonder voldoende en voldoende geschoold personeel. Er komt nog een tweede element bij van ruimte geven.
Ruimte geven betekent ook de koopkracht van onze onderwijsinstellingen herstellen en versterken. De energiecrisis, de oplopende kosten, doet immers die koopkracht enorm dalen. En dat koopkrachtverlies zal nooit urgenter geworden zijn dan vandaag. Sinds 2008 is het opgelopen tot minimum 300 miljoen euro. En we verwachten ook heel wat onbetaalde schoolfacturen. De urgentie klinkt elke dag opnieuw. We zullen dat telkens opnieuw ook onder de aandacht van de minister en de politiek brengen. We vragen specifieke maatregelen om de energiecrisis aan te pakken. Maar tegelijk dringen we er ook op aan dat onze werkingsmiddelen, zeker in het secundair onderwijs, onmiddellijk opnieuw volledig geïndexeerd worden. En op termijn vragen we een plan tot het globale herstel van de koopkracht, waardoor we opnieuw op het niveau van 2008 kunnen komen met het geheel van het onderwijs. Want geen kwaliteitsvol onderwijs zonder voldoende en voldoende stabiele werkingsmiddelen. Tot slot, onszelf ruimte geven, dat is ook een job voor ons. Het heeft vandaag ook geklonken. Laten we ook nog eens naar ons eigen onderwijslandschap kijken. We hebben een operatie bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting opgezet. Relatief succesvol. We zijn van een 900-tal besturen tot een 500-tal gekomen. Maar we stellen vast dat een heel aantal van die 500 dat nog steeds de zogenaamde eenpitters zijn, en vaak in het basisonderwijs. Inzetten op bestuurlijke optimalisering, op kwaliteitsvol besturen, is een agendapunt dat we zeker naar voren willen schuiven voor de komende jaren, maar we willen daar tegelijk ook nog dat element van die schaal blijven aankoppelen. Want ik denk dat de corona-epidemie en de koopkrachtcrisis toch wel aantonen dat het crisisbestendig zijn van onze besturen, zeker naar de toekomst toe, nog een belangrijker gegeven wordt. Efficiënt ondersteunen, goed ontzorgen van directies en personeelsteams op vlak van personeelsbeleid, financiën, infrastructuur, preventie, samenwerking, zijn en blijven levensnoodzakelijk om die kwaliteit van onderwijs te blijven leveren. En vandaar dat ik hier vandaag nog eens een oproep wil doen aan iedereen om te kijken of er nog bredere bestuurlijke verbanden mogelijk zijn. Zowel regionaal, maar ook over de onderwijsniveaus heen. En misschien is het niet nodig voor vandaag of voor morgen. Staat u er op dit moment nog betrekkelijk goed voor? Maar doe het dan voor overmorgen. Doe het dan voor de volgende generatie. En de komende 3 schooljaren, het heeft ook al geklonken, zullen wij vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen ook de begeleiding voorzien voor mensen die in zo'n trajecten willen stappen. Trajecten die zowel de schaal die gerealiseerd is, het bestuur daarvan willen optimaliseren enerzijds, als ze anderzijds kijken of er nog meer schaalvoordelen gerealiseerd kunnen worden. Zeker de internaten staan in de focus omwille van het nieuwe decreet, maar we denken dat ook voor het basisonderwijs er een tweede beweging nodig is, zonder daarom het secundair en andere onderwijsniveaus uit te sluiten. Want geen onderwijskwaliteit zonder optimaal bestuur, zonder efficiënte ondersteuning, zonder goede ontzorging van directies en een personeelsteams. Dames en heren, ruimte krijgen, ruimte nemen, ruimte geven, dat is ons vast engagement vanuit het katholiek onderwijs om samen voor brede onderwijskwaliteit te gaan, vanuit het beste dat we als katholiek onderwijs te bieden hebben. Ik dank u.